vorige aflevering pakten we de FA Community Shield om met 4-0 te winnen tegen City en wonnen we tegen Liverpool. En vandaag gaan we proberen de Super Cup te winnen tegen City. We willen proberen misschien wel alles te winnen wat mogelijk is in dit seizoen. Het zou dit seizoen eigenlijk ook al moeten lukken, want we hebben het team waarmee het kan. De Ligt en Donnarumma gaan in deze aflevering allebei weer in rating omhoog. En wij gaan meteen beginnen met deze aflevering. Hopelijk heb jij er zin in. Ik geloof al de 15e dag achter elkaar met een carrière mode van van Chelsea online. En we krijgen een dikke transfermiddelen. Gilmore mag weg. Al die jonge talenten doe ik verkopen. We krijgen 38 voor Rudiger. Rudiger kan niet voor waard zijn zoals je kan zien. Dus die gaan we sowieso niet doorverkopen. Maar Kovacic is een rating omhoog gegaan. En is ineens veel meer waard geworden. Die kunnen we voor 100 miljoen bijna doorverkopen. Dan wordt het interessant, jongens. Want dan kan ik voor de prijs van Kovacic bijna een Frenkie de Jong halen. Dus dan heb ik een versterking en een betere diepte op die positie. We gaan eens kijken wat er Manchester United precies voor Kovacic wil gaan betalen. We gaan 106 miljoen terugbieden. 82 miljoen reageren ze daarop. Ik denk dat ik hier 100 miljoen uit kan halen als ik dit terug zeg. En daarmee gaan ze akkoord. En daarmee hebben we 100 miljoen euro voor Kovacic gekregen, jongens. Besef het even. Voor Kovacic. Ja, precies, ja. En van het geld gaan we dan waarschijnlijk gewoon... Ja, ik denk Frenkie de Jong halen. Want kijk, wie anders op het middenveld is momenteel beter. We hebben Kai Havertz al. We hebben Kante al. We hebben Fabian al. Veel betere spelers kan je denk ik niet halen. Ik kan wel even een aantal keuzes afwisselen. Afwegen bedoel ik. Maar ik denk niet dat er betere keuzes zijn. Transfermiddel van Christian Pulisic weer. Die wil ik steeds maar waard, maar nog altijd. Ik denk dat ik hem beter kan houden. Pogba en De Bruyne zijn ook opties die we kunnen halen. Matthijs de Ligt kan niet spelen in de Supercup. Dat is maar kut. Ja, dan speelt Rudiger gewoon op die plek niet heel erg. En Upamecano zit dan op de bank. En dan gaan we met dit elftal spelen in de Supercoppa finale tegen Manchester City. Vorige pot tegen City was 4-0. Overwinning. En hopelijk... Ja, hopelijk pakken we hem. City is enorm sterk begonnen aan het seizoen. 2 nederlagen op rij en dan worden het er 3. Ja, het worden het er 3. De Supercup gaat mee naar Londen. In de 80ste minuut maakt Dembele de 2-1. En dus winnen we ook deze cup. De tweede van het seizoen is binnen. Pas 3 wedstrijden gespeeld. Of ja, en de pre-season hebben we ook gewonnen. En we hebben alles tot nu toe dit seizoen gepakt. Jongens, wat enorm lekker zijn we aan dit seizoen begonnen. Een betere start dan dit hadden we ons oprecht niet kunnen wensen natuurlijk. Kovacic is verkocht, zie ik in beeld staan. We krijgen 92 miljoen terug bij ons budget. We krijgen nog een transferaanbieding van Matthijs de Ligt. Maar nogmaals, die gaan we niet accepteren. Matthijs de Ligt blijft ook in ratings omhoog gaan. En we hebben nu 158 miljoen. En ik denk dat we ongeveer 140 miljoen hebben voor... Ah nee, ja, 150, 140 miljoen voor Frenkie de Jong te halen. Ja, maar jongens, wie anders dan Frenkie? Ik weet dat mensen het misschien een beetje saai vinden, maar wat of Frenkie... Of Pogba. De Bruyne is al 31, dus die wil ik ook niet. Pogba is ook al 29. En voor de rest, ja, kunnen we Bernardo Silva halen. Arthur, Rodri. Maar ik denk dat Frenkie toch wel een leuke optie is om te doen. Dus dat doen we dan maar gewoon. De afkoopsom kunnen we denk ik het slimste betalen. Anders vragen ze sowieso al meer. En dan halen we hem gewoon als backup op het middenveld erbij. Ja, het klinkt heel raar, maar het is wel zo. Als backup... Nou, wacht even. Ik denk dat hij Fabian eruit gaat spelen trouwens. Dus dan gaat hij in de basis staan. Komt Fabian op de bank te zitten. En dan is ons middenveld Havertz, De Jong, Kante. Dat is top. Dat is oprecht heel erg goed. We bieden een mooi contractje voor hem aan. Heel veel zelfs. En daarmee gaat hij natuurlijk akkoord. Maar we niet zoveel uit. Hij verdient veel te veel. Dat weet ik ook wel. En dan komt hij nu op ons middenveld te staan. En dan... ja, weet je. We hebben het beste team van de wereld. Dat hadden we ook al voordat we Frenkie de Jong hadden gehaald. Dus het is leuk dat we ook Frenkie erbij hebben. In ieder geval weer een 90 rated speler in het team. Naast dat De Ligt dadelijk ook naar 90 toe zal gaan. En dat Havertz dadelijk naar 90 toe zal gaan. Hebben we nu ook nog eens Frenkie de Jong erbij. Dat is wel een beetje het doelstelling. Dat iedereen uiteindelijk 90 gaat worden. Dit is ons middenveld voor nu. Enorm lekker. Enorm ziek. Enorm goed. En ja... Veel beter team dan dit kunnen we niet maken, jongens. Dat is gewoon oprecht ook gewoon waar. Frenkie de Jong kan zijn debuut gaan maken tegen Stoke City. Dat zal niet heel moeilijk voor hem worden natuurlijk. Want ja, dit is Stoke City. Ik ben ook echt benieuwd of we deze competitie meer wedstrijden met 5 en 6-0 gaan winnen. Deze pot winnen we met 3-1. Ik hoop ook dat we weinig blessures gaan krijgen. Maar in ieder geval, ik denk dat we ongeslagen gaan worden dit jaar. Ik denk oprecht dat er een kans is
dat we ongeslagen kampioen gaan worden dit jaar. Dat is me nog nooit eerder gelukt, jongens. Want ik weet niet waarom, maar... wacht, ik denk dat twee spelers nu omhoog gaan. Dus we gaan nog nooit eerder gelukt. Ja, inderdaad. Frenkie de Jong gaat een rating omhoog. En Donnarumma gaat een rating omhoog naar 93. En Frenkie naar 90. Dat is super dik. Dat is super ziek. Misschien moet ik de trainingen weer gaan veranderen. Zoals we kunnen zien is Frenkie de Jong nu 87,5 miljoen waard. En is Donnarumma nu al... 84,5 miljoen waard. Donnarumma al 93. Maar ik wil Donnarumma nog altijd blijven doortrainen. Een aanbieding voor Kai Havertz, 125 miljoen euro. Ja, jongens. Ik kan ook bijna geen transfer aanbiedingen maar accepteren. Omdat ik die spelers allemaal wil houden nu. Dat is toch logisch? Het is wel jammer. Ik vind het oprecht jammer. Ik had graag best wel nog wat transfergeweld gezien. Maar het is gewoon niet meer slim om dat nu te doen. Upamecano, ook denk ik niet. Ja, dat is er nog wel iets wat eventueel zou kunnen. Maar dan wil ik er wel echt veel meer geld voor hebben. Maar, ja, weet je, wat heb ik eraan? Wat heb ik hieraan? Bijna niks, toch? Nou, we kunnen er een beter speler voor terughalen. We doen het wel. Als het kan. Als ze meer of rond de 65 miljoen euro betalen, alleen dan doen we het. Watford kocht trouwens ook die andere speler van mij weg, toch? Watford heeft veel geld. Maar ik denk niet dat ze Nee, ze gaan het niet betalen. Dan... dan gaan we maar even... Ja joh, we laten ze boos weglopen. Maakt niet uit, want Watford gaat dat niet betalen. We wijzen hem af en Watford kan optieven. Upamecano blijft gewoon lekker bij Chelsea. En wij gaan onze volgende pot in tegen Manchester United. Watford kan misschien maar concurrentie worden voor ons. Die zijn ook ongeslagen, maar ja, pas twee potten gespeeld natuurlijk. Maar nog altijd, pas drie ploegen met maar zes punten nu. En dat zijn Watford, wij en United. En nu spelen we tegen United, uitgerekend nu. En we zijn fit, we zijn in topvorm. Dus ik hoop dat we ze nu kunnen pakken. Dan is de afstand meteen drie punten en is het gat geslagen. Ze wonnen wel tegen City United. En wij pakken United hopelijk 4-0. Hou op hoor, hou op. Wij hebben ook een veel beter elftal. En dat is lekker, dat is gewoon prima. Dan is de afstand meteen ook daarmee ook gepakt. En ja, de weg naar het kampioenschap zijn we nu al begonnen, kan je bijna zeggen. Ik leen ook echt heel veel spelers uit, jongens. Want dat is ook best wel belangrijk. Ik heb zoveel spelers in mijn selectie die ik nooit wil gebruiken. Ik wil ook het meeste met mijn eerste team gaan spelen dit jaar. Dus het is wel chill dat ik dat kan doen. Transferaanbieding van Ansu Fati, ons grote toptalentje van 18 jaar. Die willen we natuurlijk gewoon lekker bij de club houden. Die hebben veel getraind. En die zit nu ook gewoon standaard op de bank. En dan wil ik hem ook graag zo houden. Oké, nu tegen Fulham. En daarna de laatste wedstrijd tegen City. We hebben nog geen enkele pot verloren. En ik denk dat we wel twee keer in een week met ons eerste elftal kunnen spelen. Dus ook tegen Fulham in de Carabao League Cup. Spelen we met ons beste elftal. Winnen we met 3 tegen 0. Krijgen we geen enkele blessure. En kunnen we nu aan onszelf gaan oppassen voor de wedstrijd tegen City. De volgende topper in de competitie nadat we Liverpool en United al gehad hebben. Komt nu ook City nog tegen ons spelen. Als we die ook winnen pakken we 9 punten uit 3 topwedstrijden. En staan we daarmee dan ook gewoon meteen echt stijf aan kop als je die onderlinge ontmoetingen bekijkt. Ja, uit City, ons sterkste elftal staat al op, dus ik ga gewoon meteen beginnen. Ik geloof niet in persconferenties. We winnen hopelijk. Nee, we spelen gelijk. Oké. Ja, oké, prima. Nee, oprecht, maar we verliezen niet. En dat is belangrijker. De afstand met City blijft 5 punten geloof ik, want zij hebben al een keer verloren en gelijk gespeeld. Dus ja, prima toch. Ik bedoel, alleen Tottenham kan op gelijke hoogte komen met ons. Maar kijk even hoe laag de rest staat. Ja, weet je, Liverpool heeft 1 punt minder dan ons. Dat ze tegen ons verloren hebben. United heeft al een pot verloren. City heeft al 2 potten gelijk gespeeld en 1 pot verloren. Dus, dikke prima. Oprecht. Wel jammer dat we niet winnen. Maar goed, maakt niet uit. We gaan lekker door met trainen. Havertz en Rashford en Robertson aan de 90 toe halen. En ik denk dat ik Donnarumma binnenkort uit de training haal. Het heeft niet meer heel veel zin. Ik geloof dat het ondertussen ook bijna duidelijk is wat we gaan spelen in de Champions League. Ja, kijk eens. CSKA Moskou, Atletico Madrid en daarnaast ook weer tegen City en Wolfsburg. Oké, easy. Gaan we makkelijk pakken natuurlijk. Zijn er nog leuke, spannende pools. PSV zit in de Champions League. Deze is goed, deze pool. Ajax bij City en Inter en Shakhtar. Oei, is ook lastig. En wij spelen in de Carabao League Cup nu weer tegen City. Dat is best wel kut. Drukke weken staan daar op het programma. Maar goed, maar niet zo heel erg verleid. Ik hoop wel nog te kunnen winnen daar. Ik ga niet veel doen op de transfer deadline day. We hebben al de beste transfers gemaakt die we maar kunnen maken. En echt meer transfers wil ik ook niet maken. Zo'n spelers uitlenen, dat blijf ik gewoon doen. Ook buiten de camera om. Maar dit soort spelers verkopen, ik zie niet echt de reden waarom ik het zou doen. Dus die houden we gewoon allemaal. Weet je wat, Mount? Hij wil zo graag weg. We doen hem een jaartje uitlenen naar Bayern. Hij wil het echt zo graag. Dan kan hij zich bij Bayern gaan ontwikkelen. Vind ik prima. Weet je, maakt me niet zoveel uit. Dat speelt hij niet meer bij ons, maar...
Ik krijg iedere week wel een berichtje van, yo Mount, mag ik misschien weg? Ja, nou, oké. Okay. En zo gaat de transferperiode ten einde. Oh, we krijgen nog een aantal aanbiedingen, zie ik. Voor Reece James gaan we natuurlijk niet accepteren. Is onze belangrijke wissel, backup rechtsback. En voor Matthijs de Ligt opnieuw, ja, weet je, blijf het maar proberen. Maar Matthijs de Ligt gaan we voor een enkel bedrag verkopen. Dit was onze transferperiode. We hebben de beste transfers gemaakt die we maar konden maken. We hebben, kijk, we hebben City's echt verzwakt, hè. Rodri kwijt, Stones kwijt, Laporte kwijt. Het enige wat ze halen is Manolas. United ook verzwakt, ook heel veel spelers kwijt. En ze halen Lodi en Kovacic. Ik snap het niet zo goed waarom ze zo slechte spelers halen. Dus wij hebben onszelf echt versterkt. En als je kijkt naar de rest, hier, Tottenham haalt Wan-Bissaka en Rodri binnen. Dat was dan wel weer redelijk goed. Hier, Watford haalt Christensen van ons, Pavard en Coutrone. Drie goede spelers. Watford is oprecht een goede ploeg dit jaar waarschijnlijk. En daarnaast haalt Arsenal een aantal prima spelers binnen. En daar gaan we even naar Chelsea toe, want dat zijn wij natuurlijk met echt de dikste transfers. Mbappé, Laporte en de Jong, dat was onze transferperiode. We hebben het lekker gedaan en wij gaan nu door knallen. Wedstrijden winnen door in de Champions League. Dat zijn onze doelen. En gewoon alles winnen wat er te winnen valt. Zo simpel is het, jongens. Ondertussen is Rashford al naar 89 toe gegaan. En gaat Havertz bijna naar 90 toe. Dus weer een speler die bijna die 90 rating gaat passeren. De Jong is ondertussen al naar 91 gegaan, zie ik hier staan. En ja, lekker. We hebben nu een groter team. Een groter gedeelte van het team is boven de 90. Dan onder de 90. Nou, dat is top om te zien. Ik denk ook wel dat ik de contracten moet gaan veranderen van een aantal spelers. Het is namelijk zo dat best wel veel spelers een te belangrijke rol hebben in het elftal. Ja, en dat is niet nodig. Ik denk dat ik zelfs een speler als Marcus Rashford ga eens proberen. Ik weet niet of het gaat werken. Een minder dik contract kan geven dan dat hij had. Kijk, zie je? Veel minder geld en geen cruciale, maar een belangrijke rol. Dus dat soort dingetjes zijn gewoon wel chill om te doen. Ook bij Fabian is dat heel belangrijk, want Fabian die gaat natuurlijk proberen minder te verdienen. Ik weet niet wat hij nu verdient, maar die heeft nu een cruciale rol. En dat is gewoon onnodig, dat is gewoon niet chill, want hij gaat niet in de basis staan. Dus ik ga hem proberen geen cruciale rol meer te geven, want dat is gewoon niet handig. En heel belangrijk, dat is iets minder, dat is dus wel fijn. En zo doe ik dat bij meer spelers. Pulisic gaat naar rotatie toe bijvoorbeeld. En ook Rudiger moet een minder belangrijke rol hebben. Want die heeft ook gewoon nu een te belangrijke rol in het ploeg. En dat zou betekenen dat hij te veel wil spelen. Ook hij gaat naar rotatie toe. En dat was het wel zo'n beetje. Nou prima, hebben we dat ook aangepast. Kunnen we daar geen problemen mee krijgen. En kunnen we nu goed ingaan naar de Champions League. Waar we sowieso eerst in de pool gaan worden. Of Atletico moet ons last gaan worden. Maar ga ik niet vanuit eigenlijk. Na de wedstrijd van Moskou spelen we tegen Tottenham. Misschien moeten we met een tweede elftal spelen. Maar ik denk dat we nog genoeg rust hebben gehad. En dus ook wel met de eerste elftal die twee wedstrijden kunnen pakken. We hebben nou eenmaal een top elftal. Jonge spelers, dus het moet lukken. We winnen met 4-0, geen blessures, prima. Goed voor het doelsaldo. Nog in de Champions League wil je gewoon goed voor de dag komen. Tegen Tottenham is een belangrijke pot. Die staan momenteel namelijk eerste op basis van doelsaldo. Op van die stoot willen we ze graag... Van die troon willen we ze graag afstoten. Door vandaag thuis tegen Tottenham te winnen. Tottenham in een goede vorm, maar we kunnen het, dat weten we. Tottenham speelt geloof ik Europa League. Nou, ze speelden wel Champions League dag. Maar we winnen. 1-0. N'Golo fucking Kante scoort. En Son raakt nog eens geblesseerd helaas voor Tottenham. Maar goed, 3 punten afstaan met Tottenham is ook geregeld. En nu de Carabao League Cup tegen Man City. Een belachelijk zwaar schema hebben wij momenteel in de carrière-mode. Maar dat maakt niet uit, want als we City nu weer gehad hebben, dan hebben we al 4 keer tegen City gespeeld. En het is pas september, al 4 keer jongens. Nou ja, pakken we City nu weer, dan winnen we waarschijnlijk de Carabao League Cup sowieso. City is onze enige echte moeilijke tegenstander die we maar hebben. Kunnen we ze pakken, alsjeblieft? Het wordt... Oh, we verliezen. De Carabao League Cup is de minst belangrijke cup. De cup die me echt het minst boeit. Maar toch, je wint hem wel graag. En het is raar dat we eerst met 4-0 wonnen tegen City. En nu met 2-1 verliezen. Ik vond het een beetje apart. Maar goed, de Carabao League Cup droom. En dus eigenlijk de droom om het hele jaar ongeslagen te blijven. Die is een beetje, ja, in duigen gegaan. Want dat gaat natuurlijk niet meer lukken. Maar goed, maar niet uit. Misschien was het iets te veel. 3 wedstrijden in 1 week. Dat kan natuurlijk. Had misschien toch een tweede elftal moeten opstellen. We winnen tegen West Ham met 4-0. Nu gaan we naar Atletico Madrid.
Ja, we hebben wel gezien dat we niet onverslaanbaar zijn. Dat is ook natuurlijk wel goed misschien voor het team. Dan weten we dat ook. Dat we nog altijd wel gewoon moeten opletten met wat we doen. We kunnen niet zomaar iedere wedstrijd gaan simuleren als we weten dat we in één week 3 wedstrijden hebben. Dat is gewoon niet slim. Dat hebben we nu weer. We hebben gewoon zo'n lastige weken gehad met binnen 5 wedstrijden 4 toppers. Nu is er weer één dan met Atletico Madrid. We moeten gewoon beter naar het schema kijken. Kijk, nu hebben we geluk dat we hier een hele of 2 weken rust hebben. De volgende maand hebben we nergens last van. En ook omdat we uit de Carabao League Cup zitten, hebben we het nu wel weer rustig. Dat is gewoon jammer. Als we beter hadden aangepakt, denk ik dat we de kans gewoon wel hadden om de Carabao League Cup toch gewoon te winnen. En gewoon tegen City te winnen daar. Maar dit was niet gelukt, dit was niet gegund. En dan is het maar een seizoen zonder de Carabao League Cup. Dat is helemaal niet erg natuurlijk. Als we Atletico kunnen pakken thuis, dan staan we meteen 3 punten voor hen natuurlijk. Ik weet niet wat voor team Atletico heeft. Gaan we even goed analyseren, maar ik denk dat we natuurlijk gewoon beter zijn. We spelen 2-1, we winnen. Lemar raakt helaas voor Atletico geblesseerd. Op Lak speelt er nog altijd Klosterman, Gimenez, Stones, Taliafico, Correa, Naby Keita denk ik, Saúl, Lemar, Lautaro Martinez is dat denk ik met Joao Felix. Een prima team waar niks mis mee is. Maar ik denk wel dat wij beter zijn. We winnen nog maar net. Taliafico scoorde aan de kant van Atletico Madrid. En daardoor staan wij wel eerste in de pool van de Champions League. We staan ook eerste in de Premier League. 1 punt voorsprong op United en Liverpool. Maar ja, weet je, ik ga geen punten meer laten liggen tegen dit soort tegenstanders als bijvoorbeeld Crystal Palace. Ja, weet je, sorry. Maar dit elftal, dit wint met 2 vingers in de neus tegen Crystal Palace. Kai Havertz is ook al naar 90 toegegaan, zie ik nu pas. Dat is buiten de training omgegaan. Nu dus alleen nog maar Marcus Rashford, Robertson en Trent Alexander-Arnold. Die 3 spelers moeten nu nog naar een rating van 90. En dan is het volledige basiselftal 90 plus. En dan gaan we de bank trainen. Dat is ons doel voor dit jaar. En dat doel weten we nu eigenlijk wel. Gaan we ook sowieso bereiken. Gaan we sowieso behalen. Omdat dus het heel snel gaat. Rashford en Dembele scoren bij 2 keer. We winnen met 4-0. 3 punten zijn weer binnen. En nu hebben we 2 weken rust. En gaan we daarna wel door in de competitie. Waar we gewoon prima aan kop gaan. Ja, dit is echt een mooi seizoen. Een rustig seizoen is aan het worden. En Donnarumma gaat uit de training. Ik denk dat ik het beste nu veel kan trainen op Trent Alexander-Arnold naar de 90 toe. Aangezien we hem graag naar de 90 toe willen halen. En daarnaast is iedereen al 90 toch. Dus ja, alleen Trent. Vooral Trent gewoon. Let's go. Interlandperiode is geloof ik nu. En daarna komen de spelers weer terug van de Interlandperiode. En gaan wij door in de competizione. Volgende wedstrijd wordt geloof ik al makkelijk. Zoals je kan zien tegen Southampton. Dat moet een makkelijke win worden. En 1 dag voor de competitie stop ik altijd de simulatie. Is ook een tip voor jullie. Dan hoef je je training niet opnieuw in te stellen wegens de Interlandperiode. Dan kan je gewoon de spelers, die zijn dan al terug van de Interlandperiode, gewoon nog altijd blijven trainen. Dat is het beste om te doen. Bespaart je veel tijd en dan gaat je trainingsschema niet de hele tijd in de war. Nu moet ik even kijken. Speel ik met mijn eerste elftal? Ze hebben veel rust gehad. Spelen tegen Zuid. Ja, jawel. Dit zijn makkelijke potten. Dit kan maar mijn eerste elftal. Ook leuk als we een keer topscorer kunnen worden. En daar staat alleen Rashford nu op 6 goals. Dus even grote uitslagen maken. Ook goed voor doelsaldo. Ik speel welkom met mijn eerste elftal uit tegen Southampton. En we winnen met 3-0. 2 keer Mbappé en 1 keer Ousmane Dembélé. Weet je wat? We doen nog een paar potten. We doen nog even 2 of 3 potten. Ik vind het leuk. We doen het goed deze aflevering. Ik heb trouwens Trent 2 keer. Trent 2 keer. En 1 keer Rashford. Zodat Rashford ook even naar 90 toe kan gaan. En ook hij uit de training gehaald kan worden. En ja, nu even tegen Wolfsburg. En winnen we, dan is het klaar. Dan is het klaar, dan zijn we zo wat door al in de Champions League natuurlijk. Dus het zou mooi zijn. Weet je, het gaat ook natuurlijk wel gewoon lukken. Dit is maar Wolfsburg. En daarna spelen we tegen Sheffield. Ook dat is simpel. Hopelijk krijgen we ook geen blessures. Dat gebeurt nu niet. Het wordt 2-1, nip te zegen. Dat is mooi om te zien dat we die pot ook wel winnen. En trouwens, hoe goed staat Mbappé in het topscorersklassement erbij? Die staat nu op plek 4. Oké, die heeft 7 goals. Daarnaast heeft Rashford dus 6 goals. En Ousmane Dembele 4 goals. Oké, nou ja, als die gewoon met z'n drieën kunnen gaan strijden om de gouden bal. Is het de gouden bal of de gouden schoenen? Is het geloof? Ja, de gouden schoenen staat daar. Dan, dan gaan we daar ook blij mee zijn natuurlijk. Dan moeten we nu even tegen Sheffield veel goals gaan maken. En dan kan dat natuurlijk gebeuren dat ze nu al op 1 staan in dat klassement. Ik denk dat het 4-0 wordt of 5-0. Kom op. En het wordt 3-0. Wel 2 keer Rashford, dat is mooi. Dan komt hij hoger op het klassement te staan. En dan gaan we de volgende aflevering zien hoe de competitie zich verder gaat ontwikkelen. Rashford staat gedeeld tweede in het topscorersklassement. En wij staan eerst in de competitie. 10 wedstrijden gespeeld, 9 gewonnen, 1 gelijk gespeeld. We staan 1 punt maar los van Liverpool, waar wij zelf tegen hebben gewonnen. En voor de rest is de afstand op andere ploegen al enorm groot aan het worden. 8 punten afstand op City. En de afstand op Arsenal
is al 13 punten na 9 wedstrijden gespeeld voor Arsenal. Ja, ze kunnen het nog naar 10 punten terugbrengen. Maar het is wel grappig om te zien hoe slecht sommige clubs het nu aan het doen zijn. Volgende aflevering gaan wij door. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je een blauwe video gedaan? Abonneer op Timo. Zie ik je de volgende keer weer terug, jongens. De ballen laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Volgende aflevering gaan wij even alle potten winnen. En de Karim wordt helemaal killen. Jongens, tot de volgende keer. Joejoe.